Ik heb dus 4 maanden stage gelopen in het buitenland, in Malta. En dat heb ik mogen doen voor mijn afstudeerstage. En dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. Mijn naam is Kevin van Aarle. Ik kom uit Veldhoven en ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Summer College in Eindhoven. Nou, in Malta was het vooral dat ik daar een heel warm team had, hele gezellige collega's. Ik voelde me heel welkom vanaf het begin al. En ze namen me ook mee echt op culturele tripjes naar zeer bekende plekken in Malta. Ook al was het dan zoveel kilometer verderop, kwamen ze me ophalen bij mijn appartement en dan namen ze me mee. En die ja, warmte en de ja, enthousiasme die zij meenamen voor mij, dat neem ik wel echt mee als een hele mooie en dierbare herinnering vanuit Malta. Ze hebben daar iets andere groepen in Malta. Je hebt daar namelijk 2i en 2z. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als groep 3, wat je hier in Nederland kent. En daar heb je de kinderen van een leeftijd van 8 jaar. En op de basisschool heb je eigenlijk alleen maar kinderen die tot en met 10 jaar op die basisschool zitten. En dan gaan ze door naar de gewone. Ja, ik sprak daar Engels met de studenten inderdaad. Ze leren daar ook Maltees, wat echt een aparte taal is. Maar de communicatie naar de studenten toe was voor mij echt uit het Engels. Het onderwijs is vooral het grootste verschil, merkte ik, toen de kinderen uit waren, dat de docenten ook dan meteen uit waren. En alle vergaderingen, alle taken die er allemaal rondom bleven hangen, die vervielen gewoon. Dus dat werd de volgende dag weer opgepakt en daardoor kwam er eigenlijk een hele grote achterstand. Maar dat was voor hun, ja, merkte ik wel, een heel normale zaak. Heel anders dan dat hier in Nederland gebeurde. Voor mij heeft de stage heel veel zelfverzekerheid opgeleverd. Ik heb ook geleerd om echt vanuit mijn eigen meer te handelen. Ook veel meer zelfstandigheid. Vooral omdat ik dan in het buitenland juist in mijn eentje was. Ja, en het huishouden, dat moet ook bijgehouden worden natuurlijk. Ja, dan heb je ook het afwassen en natuurlijk de was doen. Ja, mijn moeder die is natuurlijk heel erg blij dat ik thuis ben gekomen en dat ik een stuk zelfstandiger ben geworden. Dus de was en de vaat, dat wordt niet meer voor mij gedaan, dat moet ik gewoon zelf doen.